darmkanker bij vrouwen voorkomen met een hormoon dat al decennia gebruikt wordt in de anticonceptiepil? Kan dat? Maagdarmleverarts Gijs van den Brink onderzoekt hoe progesteron preventief gebruikt kan worden en ontdekt zo meer over de rol van mannelijke en vrouwelijke hormonen bij darmkanker. Met als onverwachte inspiratiebron zijn lieve oma. We weten al heel lang dat er een groot verschil is in het risico op darmkanker tussen mannen en vrouwen. Maar in 2004 gebeurde er iets heel bijzonders. Er werd een hele grote studie gedaan naar de veiligheid van vrouwelijke hormoonsuppletie in de overgang, de postmenopauze, in Amerikaanse vrouwen. En uit het onderzoek bleek dat als je een progestin neemt, een synthetische vorm van het vrouwelijk hormoon progesteron, dat dat enorm beschermde tegen het vormen van darmkanker. Vrouwen die dat progestin namen, die hadden 37% minder kans op darmkanker dan vrouwen die een placebo kregen. Toen dacht ik, daar was eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan. Laten we uitzoeken hoe dat kan. Vooral omdat dat heel erg toepasbaar zou kunnen zijn bij vrouwen met een verhoogd risico op darmkanker. Omdat we heel veel weten over de veiligheid van dit progestin, omdat het ook in de pil zit. Het leek eigenlijk heel simpel wat we moesten gaan doen. Maar wat we ook deden, we konden geen effect van progestagenen aantonen in modellen van darmkanker. Het bleek zelfs dat we eigenlijk de hele receptor voor progesteron niet in de darm konden vinden en ook niet in darmtumoren. En pas toen we eigenlijk bij toeval mannetjes in die modellen gingen castreren, bleek dat het effect van de seksen niets met de vrouwelijke hormonen te maken had, maar juist dat de mannelijke hormonen de darmkanker bevorderden. Nou, aanvankelijk dachten we natuurlijk dat we iets heel raars hadden gezien. Van waarom beschermen nou die vrouwelijke hormonen in de mens? En zien we in onze modellen dat de mannelijke hormonen het verschil maken? En toen dacht ik heel even aan mijn oma. En mijn lieve oma, die had dat prikte altijd een beetje als je haar zoende. Want die had toch een klein snorretje. En toen ben ik daar me in gaan verdiepen. En wat blijkt is dat vrouwen in de overgang langzaam de productie van vrouwelijke hormonen verliezen, maar dat de eierstokken mannelijke hormoon testosteron blijven maken. En daar zat bij ons de grote denkfout, want toen wij een model van de overgang gebruikten, hebben we altijd de eierstokken aanvankelijk verwijderd. En dat bootst dus de overgang niet echt na zoals die in de mens is, waar dat mannelijke hormoon testosteron gemaakt blijft worden. Toen we erachter kwamen dat we al die jaren eigenlijk een verkeerd model hebben gebruikt, kwamen we in contact met een Amerikaanse groep die een muizenmodel hadden opgezet voor de menopauze. En toen we dat model gingen gebruiken, zagen we inderdaad dat die vrouwelijke muizen meer tumoren ontwikkelden in de darm. En dat als we dan vrouwelijke hormonen gaven, en met name die progestin, dat die muisjes dan beschermd waren tegen het ontwikkelen van darmkanker. En dat is waar ons onderzoek zich nu op richt. Wat ik zo leuk vind aan dit onderzoek is dat we er na al die jaren beginnen achter te komen waarom mannen nou eigenlijk meer darmtumoren hebben dan vrouwen en waarom vrouwen in de overgang, de periode dat ze het hoogste risico hebben, beschermd zijn tegen darmtumoren als ze vrouwelijke hormonen gebruiken. Maar wat ik zelf misschien nog wel het spannendst vind is als we het mechanisme van die vrouwelijke hormonen kunnen ontrafelen, dan leren we iets over darmkanker wat voor iedereen van belang gaat zijn.